Rick Vermeulen, ik hoor je net zeggen, ik heb altijd na een nederlaag even een half uurtje nodig. Is dat half uurtje al voorbij? Dat half uurtje, dat is bijna voorbij. Dus ik ben alweer rustiger en ik kan weer normaal antwoord geven op de vragen. Wat is jouw gevoel na afloop van deze wedstrijd? Ja, frustratie, ergernis. Niet slim van onszelf. Ik moet alles even terugzien om het echt om echt een oordeel te kunnen geven. Maar ja, lastige wedstrijd gehad en nog blij dat die goal viel. Wat maakt het zo lastig vandaag voor jullie tegen ONS Sneek? Ik heb geen idee. Ik denk het weer, de sfeer. We kunnen van alles zoeken om er. Ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven. Dat is gewoon. Ik ben er zo over na aan denken. En het is zo zonde dat je 1-1 speelt. Maar ik zei net al, we moesten alles zelf winnen. En IJsselmeervogels moet punten verspelen en dat moeten ze alsnog. Dus eigenlijk blijf je dezelfde situatie hebben. We moeten nog 2 keer winnen en we moeten hopen dat we hun punten gaan verspelen. Is het dan ook extra zuur juist dat je vorige week zo'n goed resultaat haalt bij IJsselmeervogels door daar met 2-0 te winnen en dan vandaag tegen toch een laagvlieger dan punten te verspelen? Ja, ik denk dat van de week misschien eventjes binnenkomt en misschien straks vanavond. Of maar tijdens die wedstrijd en er vlak na denk je daar eigenlijk helemaal niet aan. Je wil gewoon die wedstrijd winnen en het gaat niet zoals we willen. Dan ben je gewoon nog vol frustratie en ergernis van deze wedstrijd. En dan denk je nog niet aan die wedstrijd van vorige week en die wedstrijd daarvoor. Dat is nog niet aan de orde bij mij. Nu krijgen jullie een strafschop tegen. Daar hing een hele sterke lucht van buitenspel ook aan. Was dat ook zo? Ik heb geen idee. Ik was zo bezig met erachteraan rennen en ik heb werkelijk zelf geen idee of het buitenspel was. Maar ja, hij mag daar nooit in die positie komen. Maar je bent zo een druk aan het creëren op hun dat uiteindelijk, het is hun spel. Hun zijn daar vrij goed in om uiteindelijk een kans met een counter om daaruit te scoren. En ja, nou ja, dat is hun verdienste en hun hebben dat goed gespeeld vandaag. Je zegt dat we zijn zo druk bezig met het druk creëren om kansen te creëren. Ook maar wat schortte er daaraan? Ja. Aan die druk die daar werd uitgeoefend, aan die mogelijkheden die werden, waar jullie probeerden om kansen te creëren, zo moet ik het zeggen. Waar schort dit aan? Ja, ik denk aan de eindpaas en het afronden. Af en toe kwam die eindpaas wel redelijk. Dan wordt die niet goed afgerond. Ik heb zelf een enorme kans gemist. Te wild ingeschoten. Vermoeidheid is het misschien. Ik denk dat het gewoon vandaag even niet in zat om netjes te spelen. En een bepaalde druk die misschien ervoor zorgde dat de laatste bal net niet goed viel. Of niet bij de spits die hem binnen kan schieten. Of niet bij degene die een voorzet geeft. Ik kan me voorstellen dat het lastig om te zeggen is. Maar is er nog wel geloof dat er een kampioensfeestje mogelijk is? Nou ja, die vraag werd net ook gesteld. Kijk, die hoop is er altijd en het is altijd mogelijk. En we hebben natuurlijk in deze competitie gekke dingen zat gezien. Ik geef net aan, wij moeten nog 2 keer winnen. En wij moesten eigenlijk 3 keer winnen. Nou ja, nu verspeel je 2 punten. Maar Vogels moet sowieso punten verspelen om ze in te halen. Dus die kans is er en ik geloof er nog wel in. Natuurlijk heeft het nu even een deukje opgelopen, maar... Waarschijnlijk zal dat deze week alweer overwaaien en gaan we gewoon weer nog steeds vol voor het kampioenschap.